Worden we verpleegd door robots als we oud zijn? Dit is de Universiteit van Nederland. Willen we verzorgd worden door robots als we oud zijn? Nou, ik ben bang dat we niet eens de keuze hebben. De Verenigde Naties hebben een rapport uitgebracht die dan duidelijk op basis van demografische ontwikkeling voorziet dat in 2050 een derde van de Nederlandse populatie boven 65 zal zijn. En eigenlijk voor ons is het niet zo erg als in Japan, waar dat eigenlijk meer dan 40% van de mensen boven 65 zal zijn. Dus er zullen simpelweg niet genoeg andere mensen beschikbaar om de ouderen te verzorgen. Dus we hebben absoluut geen keuze. Dus de zorg in Nederland heeft robotica nodig. Wij hebben robotica gewoon simpelweg nodig. We kunnen de zorg verdelen in twee groepen. Wat het heet de cure, binnen het ziekenhuis. Dus instrumenten die we kunnen gebruiken om mensen te behandelen in een ziekenhuis. Of de care. Dus de zorg die eigenlijk is gericht aan de ouderen bijvoorbeeld. Extra, buiten de ziekenhuizen. Dus ik wil die twee factoren apart even gaan behandelen. Als we beginnen met de cure, wil ik iets laten zien dat wij ontwikkeld hebben. Samenwerking, Universiteit Twente, samenwerking met een bedrijf in de regio. Die is de Teleflex robot. Wat jullie hier zien, achter mij, is een robot die gestuurd wordt om met een single slang, die eigenlijk gestuurd kan worden om langs een lumen, wat is een lumen? Lumen is een buis, hè, een natuurlijke buis, bijvoorbeeld de zorgvarus of de kolom van de rectum. En is in staat om te navigeren met een flexibele beweging en waar twee armen daaruit komen. En dan op een bepaalde plek is in staat om bepaalde dingen te gaan doen. En dit kan ook gebruikt worden voor wat het heet single access point surgery. Dat is eigenlijk het endoluminaal operatie door een enige gat. Wat er nu gebeurt, alle operaties in de ziekenhuizen, heb je een aantal gaten. Met zo'n systeem zou in principe mogelijk zijn om door een single gat de lichaam in te gaan en iets te doen. Maar wat het ook heel belangrijk is in cure, zijn ontwikkelingen die te maken hebben met wat het heet imaging, met beelden. In het ziekenhuis, als jullie een onderzoek hebben, dan wordt vaak gesproken over een CT of een MRI, computer tomography, X-ray of magnetic resonance imaging. En dat is een prachtige manier om te zien wat in een lichaam gebeurt. De MRI, dankzij hele hoge magnetische velden, is in staat om binnen het lichaam alle soort afwijkingen te zien. En er is ook nog de PET, hè? De PET-MRI. PET staat voor Positron Emission Tomography, die in staat is en specifiek gebruikt wordt voor de oncologie. Dus als we daar in staat zijn om te zien in een lichaam, zouden we ook heel graag erbij willen komen. Maar ja, een probleem is als we dan een MRI-systeem hebben, praten we over hele hoge magnetische velden. En je hebt het over 3 Tesla boven tegenwoordig. En je kan natuurlijk geen elektrische motoren daar gebruiken. Dat werkt niet. Dus wat kan je doen? Nou, we kunnen een robot ontwikkelen die volledig uit kunststof is gemaakt. En hier is een voorbeeld van. Alles wat jullie hier zien, tot hier, is alleen maar kunststof. En deze robot wordt gebruikt bijvoorbeeld om biopten op te nemen. Dus als we hier een borst hebben en we willen een biopte van een borst nemen. En we plaatsen dat hier. Door middel van lucht zijn we in staat om te bewegen.
en biopten te nemen. Het is dus mogelijk dat we de ogen van de MRI gebruiken en dan met zo'n degelijksysteem in real time in de boor van de MRI kunnen sturen, zodat we exact weten waar we bijvoorbeeld in zo'n geval een biopte willen nemen. Als we ontdekken in een borst dat er een tumor ergens is, of tenminste een verdachte plekje, zijn we in staat om zeker te zijn dat een stukje van een goede plekje pakken. En dat is natuurlijk voor de zorg dan van groot belang. En nu even naar de care. Ook in de patiëntenzorg zijn er genoeg innovaties die robotica heeft gebracht. En ik wil eigenlijk beginnen met een hele eenvoudige innovatie. Dat is wat het heet de parel. Ja, wat is dat? Nou, dat is een leuk beertje. En wat doet dit eigenlijk? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is gewoon een robot, hè? Een pop, die reageert aan aanraking. Als je wat doet, geef je een responsie, praat. Dus is in staat zo'n systeem om een gevoel te geven van een levend beestje. En wat is de nut daarvan? Nou, het is onvoorstelbaar hoe handig, dit wordt in Nederland door de zorgverzekeraar vergoed, voor patiënten van Alzheimer. Bijvoorbeeld veel patiënten met Alzheimer zijn heel onrustig. En dat is natuurlijk een probleem voor die mensen die de zorg moeten leveren. En er zijn tientallen voorbeelden van patiënten die dan bijna onbehandelbaar waren. En dankzij zo'n makkelijk robot ontzettend rustig zijn geworden. Een ander voorbeeld dat ik wil geven is eigenlijk voor mensen die beperkingen hebben in eten. Er zijn mensen die dan niet eens in staat zijn om een lepel op te pakken om te kunnen eten. En wat jullie hier zien is een robot die eigenlijk gestuurd kan worden zonder armen om het eten te pakken en te brengen naar de mond van het patiënt. Is dat zielig? Het is niet zielig. Omdat die mensen zijn onafhankelijk van andere mensen. Ze kunnen eten wanneer ze willen. Het is eigenlijk, als jullie dan patiënten spreken die zo'n robot gebruiken, vinden ze prachtig. Omdat ze zijn weer onafhankelijk, dankzij het gebruik van technologie. Een ander belangrijk punt in de zorg is dat als je met mensen te maken hebt, dan wil je in staat zijn om goed te communiceren. En de vraag is, ja, als ik een robot of een interface wil maken die met mensen moet communiceren, moet ik niet een robot maken die eruit ziet als een mens? Nou, er is heel veel onderzoek daarmee gedaan. En eigenlijk wat de uitkomst van die onderzoek is als we machines maken die eruit zien als mensen, tot een bepaald punt is dat oké, vinden we leuk. Maar als we dan veel verder gaan en dan te veel als mensen eruit zien, dat begint eng te worden. En dat is simpelweg omdat we als mensen met machine interageren, op basis waarvan wij observeren, maken we een schatting van de verwachting dat wat die machine kan doen. En als ik een robot heb die te veel eruit ziet als een mens, verwacht ik dat net zo intelligent is als een mens. En als achteraf ziet dat eigenlijk niet een mens is, dat is heel eng. Dit heet de uncanny valley. Het is een psychologische effect die dan keer en keer bewezen is. Dus wat moeten we doen? We moeten een robot maken die eruit ziet als robot. En die net in staat zijn om die emotie te kunnen communiceren, omdat ze zijn wel handig. Als ik een oudere heb thuis, dan wil ik, het is fijn om een machine te hebben waar een beetje communicatieve emoties kunnen ontstaan. En ik wil even een voorbeeld hiervan geven. Hier hebben we een hele eenvoudige hoofd. Hij kan een beetje bewegen en hij heeft twee kleine oogjes. Kijk, nu is schattig. Hè? Nu is blij. Hè? Hij is blij om mij te zien. Ja, en nu is een beetje verdrietig. Je bent stout geweest. Dus hij is heel verdrietig. Maar hij kan ook, als ik wil laten zien, dan kan ik eventueel ook boos maken.
Je bent stout geweest. Dus jullie zien dat hoe eenvoudig dit is. He? Er zijn een paar motortjes die kunnen bewegen. En het is een display waar op basis van een paar pixels in staat ben om de beweging van de ogen te laten zien. Maar het is heel effectief. He? En dat is een robot. Dat is duidelijk. Dat zie je dat een robot is. Het is niet een mens. Maar het is heel effectief voor het doel waar ik voor bedoeld is. Dus als we een robot maken die zo'n hoofd heeft, daarbovenop en dan moet communiceren, het kan gewoon bereiken wat hij moet doen zonder eruit te moeten zien als een mens. Je kan wel gaan slapen. Laatste wat ik even met jullie wil laten zien is de mogelijkheid om juist door het tekort aan artsen het onderhouden, de communicatie te onderhouden met mensen in de zorg, gedistribueerde zorg, thuis. Het is natuurlijk, als je kijkt wat er gebeurt als veel huizen zijn en er is één arts en die arts moet iedere keer naar patiënten toe gaan, dat kost tijd en die tijd is gewoon verloren. Nou, is het niet mogelijk om op afstand met die patiënten communicatie te onderhouden? En niet alleen via de telefoon. De telefoon is echt onpersoonlijk. Nou, we hebben dat hier gezien. Hoe belangrijk is een interactie door middel van expressie en elkaar te zien. Daarom zijn bijvoorbeeld videotelefoons zo handig. Nou, wat we kunnen doen is inderdaad die te brengen in de zorg. Dus we kunnen een systeem maken waar dat een dokter ergens gaat zitten en in staat is om in een andere omgeving te bewegen en met mensen en met patiënten te praten. En ik wil even een demonstratie geven van hoe zoiets werkt. Wat ik ga doen, ik ga een verbinding maken met de Universiteit Twente. En daar staat een robot. Die ik kan sturen. Dit is Lab. Moet u niet botsen. Dit is een humanoïde robot bijvoorbeeld. Die hangt. Dit is een station. Maar ja, jullie weten nog niet hoe het eruit ziet daar. Zo zie ik eruit. Oeps. Ik ben eigenlijk een iPad on wheels. En dit is heel handig, omdat ik ben in staat om vanaf hier, in mijn geval, met collega's te praten. Als ik ergens naartoe ga, dan kan ik bewegen. Ik kan nog niet een deur open doen, maar dat komt wel. Nou, zal de zorgrobot de verpleegster dan totaal gaan vervangen? Of is alleen een aanvulling? Nou, de vraag is dat mensen altijd stellen is, wil ik eigenlijk een robot aan mijn bed? En mijn antwoord is duidelijk ja. Omdat of ik heb een robot of ik heb niemand op termijn. En dat gaat het echt om. Dus ik wil heel graag een robot hebben. Maar ja, dat moet natuurlijk niet zomaar een robot zijn. Dat moet een robot zijn die natuurlijk veilig is. En dat moet compliant kunnen bewegen. Moet zodanig zijn dat als mij raakt, geen pijn meer doet. En natuurlijk, allerliefste, dat moet natuurlijk een beetje een lieve robot. Waar ik aan op termijn misschien even schaken en wat grapjes mee maken. Dus de zorgrobot zullen in de toekomst niet meer weg te denken in de zorg. En we moeten gewoon even simpelweg aan wennen dat is wat er gaat gebeuren. Bij het volgende college wil ik ook jullie laten zien wat eigenlijk als mogelijk is voor robots om
ons te redden en ons te helpen in moeilijke situaties. Dank jullie voor de aandacht.